Yo mensen, Vaiza hier. En voordat ik deze video überhaupt begin, vergeet me niet te volgen op Twitter, @itsvaiza. Want ik merk dat ik momenteel meer dan 400 abonnees heb. En ik heb eigenlijk geen idee hoeveel Twitter-volgers ik heb, maar dat valt ontiegelijk mee. 58. Dus als je Twitter hebt, vergeet me alsjeblieft niet te volgen. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je via deze site, PhotoJet, een gratis YouTube-banner kan maken. En op zich kan je met deze site best wel mooie banners maken voor een beginnend kanaal. Stel je hebt meer dan 2000 abonnees, dan raad ik je deze site hoe dan ook af. Maar je kan hier best wel leuke dingen mee maken. Ik zal de link naar deze site even in de omschrijving zetten. En nee, deze keer vergeet ik het niet. Dat beloof ik. Vergeet ik het wel, dan mag je me slaan wanneer je me tegenkomt. Deze site zal ik in ieder geval even in de beschrijving zetten. En het volgende wat je dan gaat doen, is je gaat hier naar beneden en klikt op YouTube banner. Dan zie je hier dus van alles staan, allemaal voorbeelden. En nou ja, tenzij je heel erg wilt lezen, wat ik dus niet wilt, druk je gewoon op Get Started. Dan word je nou naar de editor van PhotoJet toegestuurd. Als het eenmaal geladen is, dan zou je als het goed is hier ook terecht moeten komen. Dan zie je hier allemaal templates en die templates kunnen we volledig, maar dan ook echt volledig veranderen. Ik wil in ieder geval de basis hiervan aanleren. En stel je wilt hier echt mee verder, dan zou ik zeggen, ga gewoon een beetje rondkloten. Het is best leuk om te doen. Voor deze video zullen we eventjes deze template pakken. En zoals je hier kan zien, het zijn er heel wat. En echt heel wat. Dus het is maar net een beetje wat voor jou het mooiste voor je kanaal uitkomt. Ik pak gewoon eventjes voor het gemak, zoals ik net al zei, pak ik deze hier gewoon eventjes. En dan kan je er een foto bij doen. Je kan kiezen of je er iets zelf bij wil doen. Of dat je er hier eentje pakt. Nou ja, ik ga voor het gemak even eentje pakken. Oh. Want ik ben te lui om er zelf even eentje aan te maken. Die kan je dan hier inslepen. Zoals je dan ziet. Wow, mooi. Je hebt een achtergrond. Dan kan je hier bij effecten. Kan je nog van alles veranderen. Dus we gaan er even een effectje achter zetten. Zwart-wit, why the fuck ook niet. Dan zoals je ziet hebben we dit hier. Dat hippe vierkantje met allemaal tekst erin. Dus laat ik dit eventjes veranderen naar... Stel je hebt een gamekanaal, dan ook het. Stel je hebt een gamekanaal, dan voer je hierin game. En dan verander je dit in... kanaal. Zo simpel is het. Dit is even maar als een voorbeeld hoor. Nou bedoel ik dus niet dat je letterlijk gamekanaal moet neerplanten. Het is gewoon dat je eventjes weet wat ik bedoel. Dan kunnen we hem ook zo verslepen als het goed is. Juist. Zoals dit kan je hem verslepen. Dus dit heb ik eindelijk een beetje goed. Nou is het balkje hier. Die vind ik eigenlijk niet zo mooi. Die ga ik inkorten. Inkorten. Zoals dit. Zodat het daar zo bij staat. En dan ga ik deze hier ook. Nee, niet die. Dan ga ik dit buitenste ook nog even inkorten. En dan zie je hier ook nog zo'n kleine tekst staan. Ook dit kunnen we voor de verandering veranderen. Gamekanaal. En dan gaan we dit veranderen naar de kaas. Bam. Dat betekent dat dit momenteel is hoe je banner er straks uit komt te zien. Het is misschien niet helemaal het beste en de PhotoJet hier kan je trouwens ook weer verwijderen. Dus alles is veranderbaar. Maar ja, dat ik hier wel genoeg mee rondgekloot heb, ik wil je nou eventjes het volgende laten zien. En dat is iets heel moois. Je kan hier ook zelf tekst toevoegen met al deze dingetjes. Wil je hier meer over weten, ik zou zeggen, zoals ik net al zei, kloot ook gewoon een beetje rond. Het is allemaal best interessant. Het kost misschien een beetje tijd voordat je iets moois eruit kan maken. Maar het is best grappig om te doen. Dan, hetgeen wat ik even wil laten zien was clip art. Dit zijn kleine dingetjes die je er gewoon bij kan toevoegen. Dus stel je bent verliefd. Dan doe je gewoon... Oh, niet dat. Dan doe je gewoon even zo. Ah, gamekanaal met een hartje. Of je bent een verliefd gamekanaal, een liefdesgamekanaal. Verzin allemaal wat leuks. Je kan letterlijk voor alles kan je wel er wat erbij doen. Want zoals je ziet hoort bij elk gamekanaal natuurlijk wel een hobbelpaard. Dat is gewoon eenmaal zo, het hoort erbij. Ik hoop dat jullie hier in ieder geval wat aan gehad hebben. Zoals ik net al zei, een paar keer trouwens. Kloot er gewoon eventjes wat mee rond. Je kan er echt geweldige dingen mee. En ik check jullie in de volgende video.